Hallo beste vrienden, een hele goede dag. Dat God jullie allen zegenen. Nu deelnemen aan deze uitzending. Die misschien later ook zullen deelnemen. Want we zullen het hier genomen laten. Waar het woord van God ook komt. Daar komt ook het leven. Daar moet het leven komen. Want het woord van God is leven. En waar er ook... Een acceptatie is van het woord van God, daar is het antwoord van God. Daar kunt u zeker van zijn beste vriend en vriendin. Soms hoort de persoon het woord van God, de persoon hoort Gods woord, maar het gaat één oor in en het gaat het andere oor uit. Zoon verkiest liever om naar de woorden te luisteren van anderen zo'n verkiest liever om te luisteren naar de woorden van de dokters, vrienden, kennissen, psychiater's, analisten, psychologen, psychoanalisten. Die persoon gelooft meer in de stem van de mensen, in het woord van de wetenschappers dan in het woord van God. Wanneer het leed komt, wanneer de depressie intens toeslaat. Dan weet die persoon niet meer wat te doen. En velen, helaas, plegen dan zelfmoord. Maar het woord van God blijft firm, intact en perfect. Verrichten hetgeen dat beloofd staat: om dat te realiseren. Dus zoals God zei, zo zal. Of beter gezegd, want zoals regen, zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen: zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt, wat mij plezier geeft. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het uitzend. Als de mensen nou eens dit woord begrepen. Het is simpel, het is moeilijk om dit te begrijpen. Het is duidelijk, en ieder begrijpt dit. Je hoeft niet iemand te zijn die veel gestudeerd heeft. Je hoeft niet een pastoor te zijn, een bischop of een theoloog. Nee. Wat genoeg is, is dat de persoon dit leest en dan zal die persoon het begrijpen. Het is duidelijk. Wat zegt, want zoals regen of sneeuw uit de hemel neerdaalt en de aarde doorvochtigt, Zowel regen als sneeuw. En het zorgt ervoor dat zaad opkomt en brood geeft aan de eter. Zo is ook mijn woord. Het woord dat uit mijn mond uitgaat zal niet leeg tot mij terugkeren. Nou, het moeilijke is voor een persoon om dit woord in praktijk te zetten. Te geloven in dit woord. Als die persoon gelooft in het woord, dan zal er een hoop geboren worden. Een geloof geboren worden. En dit geloof zal die persoon ondersteunen, vooral in de bittere tijden van depressie, in de bittere dagen van pijnen, in de bittere dagen van slecht nieuws. Die persoon zal dan ondersteuning ondervinden. Om het te kunnen verdragen. De moeilijke tijd te kunnen verdragen. Maar die persoon zal niet vallen. Die persoon zal misschien heen en weer schudden. Net zoals een boom. Een boom die heel sterk is. Een boom die sterk geworsteld is. De wind kan komen. En de boom doen schudden en zelfs buigen. Maar het zal niet breken. Omdat de boom sterk is. En weerstand heeft. En zo zijn ook diegenen. Die hun gedachten baseren, funderen op Gods woord. Daarom zei God tegen Abraham: wandel voor mijn aangezicht. Oftewel, denk zoals ik denk. Denk zoals ik denk, en je zal perfect zijn. Ik wil niet zeggen dat hij geen fouten zal maken. Ik wil niet zeggen dat hij niet zal falen of zelfzondigen. Nee, hij heeft gezondigd, hij heeft gefaald, zoals elke mens zondigt en faalt. elke... Mens zondigt, faalt en in zijn menselijke aard faalt hij. Maar wanneer de mens gehoor geeft aan het woord van God en zijn gedachten fundeert op het woord van God, dan garandeert het woord van God zekerheid aan deze persoon. Dan geeft hij zekerheid en fermheid aan die persoon. Maar de mensen willen dat niet. De mensen willen liever aandacht bieden aan de stem van het hart, van de gevoelens. En dan wordt het inderdaad heel moeilijk voor God om te handelen. Want hij spreekt: wij hebben hier gesproken dat God Geest is. God is het woord. God is Geest, wat is het woord? En als u contact met God wil hebben. Dan dient u in geest te zijn. Terwijl u dient het hoofd te gebruiken. U dient uw verstand te gebruiken. Intelligentie te gebruiken. En het toe te passen in hetgeen dat God zegt. Wanneer iemand wil afstuderen voor een bepaald beroep dat heel lucratief is. Dan gaat die persoon naar de universiteit. En die persoon. Volg dan de opleiding die die persoon heeft gekozen. En bij die opleiding gebruikt de persoon niet gevoelens of het hart. De persoon gebruikt het hoofd. En wanneer de persoon het hoofd gebruikt, dan ontvangt de persoon het diploma. En dan gaat die persoon zijn beroep uitoefenen daarbuiten en verdient daardoor geld. En zal dan de voordelen oogsten van zijn capaciteit, van zijn intelligentie, van zijn professionele afstudering. En zo is het ook met het woord van God. U hoeft niet naar een universiteit van theologie te gaan. U hoeft niet iemand religieus te zijn. Maar wat wel nodig is, is dat u hoort, aandacht biedt aan wat het woord van God zegt. Als u aandacht geeft aan het woord van God, dan zult u wandelen volgens Gods wil. U zult wandelen in Gods aanwezigheid, omdat God woord is. God is geest. Jezus zijn mijn woord, mijn woorden, zijn geest en zijn leven. Dus u wilt het leven veranderen. Dan hoeft u niet van gunsten van wie dan ook afhankelijk te zijn. Niet van baas, van werkgever, van regering, van niemand. Wees afhankelijk van God. Wees afhankelijk van wat hij heeft gezegd, wat hij heeft beloofd. U zult dit geloof gebruiken en u zult er voordeel uit putten. Hetgeen dat niet hoorde te gebeuren, zal beginnen te gebeuren. Waarom? Omdat God God is en zijn woord niet leeg terugkeert. Hij zei: Mijn woord zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt, wat mij plezier geeft. En wat geeft God plezier? Dat is dat zijn woord vervuld wordt, hetgeen dat hij beloofd heeft. Wanneer de persoon. Dit woord in praktijk zet, dan vindt het plaats. Vindt een nieuw leven plaats. Dus, beste vriend en vriendin, het baat niet dat u een religie hebt, dat u een goede kerk bijwoont. U kunt iemand zijn die heel actief is in uw KGR, zelfs in de Tempel van Salomo. U hoort het woord van God, u begrijpt het, u neemt deel aan een bepaalde dienst in een bepaalde plaats. In een kathedraal bijvoorbeeld, in een grote stad. In verschillende plaatsen. Misschien bent u een lid in Amsterdam, in Den Haag, in Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Almere, Utrecht, of welke stad dan ook, Zoetermeer. Maar als u niet in praktijk zet, hetgeen wat u hoort, dan zal het uw probleem niet oplossen. U zult het woord in uzelf bewaren, maar u moet het toepassen volgens uw behoefte. Als u het niet toepast, wat zal het dan baten het woord van God te kennen? Maar het is daar, u heeft de kennis ervan. En het zal altijd met de persoon zijn, zolang de persoon erop aanroept en zegt: mijn God, u heeft dit gezegd, u heeft dit beloofd, het staat geschreven. U zei, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u geschieden. De persoon heeft het woord, heeft Jezus, zegt dat hij gelooft in Jezus, heeft het woord van Jezus, vraag dan wat je wilt. En dan zal, daardoor zal die persoon de obstakels kunnen overwinnen. Beste vriend en vriendin, zo werkt God. Hij werkt door middel van het woord. God werkt met het woord. Wij allen werken met het woord. Ja of nee? U werkt ook met het woord. Ik weet niet wat u voor uw leven doet, maar u gebruikt uw woord. Als u iemand bent in de zakenwereld, als u iemand bent in de industri industrie, als u een politicus bent of een dokter of een tandarts, wat u ook mag zijn, gebruikt altijd uw woord in uw werk. Want. Het woord brengt de wereld voort. Zonder het woord, zonder het woord draait de wereld niet. Stel u zich voor dat u het woord van God in u nu binnenzet en het woord van God als het ware drinkt. Dit woord zal een nieuw leven voortbrengen en dat is wat God tegen Abraham wilde zeggen: wandel voor mijn aangezicht, wandel volgens mijn gedachten, en u zult perfect zijn. Dat God jullie allen zegenen. En vandaag in de avond in het UKGR Hulpcentrum zullen wij de speciale dienst hebben. De dienst voor de opbouwing, voor de herstelling van het huwelijk. Of de opbouw van een huwelijk. Wij hebben de liefdestherapie. School van de liefde, de school van de intelligente liefde. Dat anders is dan het vulgaire, het ordinaire liefde. School van de liefde hier in het UKGR-centrum. Met aanwezigheid van pastors en hun vrouwen. Dus koppels die jullie kunnen helpen om te weten hoe goed met elkaar om te gaan. Aan jullie over te geven, over te brengen wat het is om gelukkig te zijn in het huwelijk. Vandaag in de avond. Goed. Wat God u zegenen. En tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.